Het ministerie van Justitie en Politie organiseerde samen met de OAS en de Amerikaanse ambassade een driedaagse workshop over de bestrijding van illegale mijnbouw. De workshop vond plaats op 12 tot 14 juni 2024 in Torarica. Het doel was om autoriteiten te informeren en strategieën te ontwikkelen. Minister Kenneth Amoksi benadrukte de ernstige economische, sociale en milieuproblemen door illegale mijnbouw. Experts bespraken onderwerpen zoals witwassen, kwikgebruik en internationale samenwerking. De workshop eindigde met het uitreiken van certificaten. Het ministerie van Volksgezondheid informeert over een nieuw onderzoek dat aantoont dat tattoos de kans op kanker vooral in het lymfestelsel kunnen verhogen. Mensen met tatoeages hebben 21% meer kans op kanker met een specifiek verhoogd risico op diffuus grootcellige B-celkanker en folliculaire kanker. De grootte van het tattoo heeft geen invloed. Deze bevindingen komen uit een studie onder Zweedse volwassenen. De inkt in tattoos bevat mogelijk kankerverwekkende stoffen. Het ministerie adviseert om goed na te denken voordat men een tatoeage laat zetten vanwege de gezondheidsrisico's. Een Surinaamse mediadelegatie onder leiding van Sherlique Lilienthal bezoekt China van 9 tot 20 juni 2024, gefinancierd door China. Het doel is de samenwerking op het gebied van communicatie en media te versterken. Ze ontmoeten verschillende Chinese mediaorganisaties zoals Xinhua News Agency en China Media Group om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Na zakelijke bijeenkomsten bezochten ze ook culturele en historische locaties. Het bezoek bevordert kennisuitwisseling en versterkt de banden tussen Suriname en China.